welkom bij deze nieuwe video. Vandaag een hele leuke tutorial. Ik ga vandaag een make-up look maken met al mijn duurste make-up. Mensen die al zijn geabonneerd op mijn kanaal of gewoon al mijn video's bekijken, die weten al dat ik mij vooral richt op betaalbare make-up, omdat dat is waar mijn interesse ligt. Ik vind het altijd leuk om goede betaalbare make-up te vinden. Maar ik heb ook een heleboel make-up producten die wat duurder zijn en die ik niet zo vaak gebruik. Sommige wel, sommige niet. Dus het leek me wel een leuk idee om een make-up look te maken met al die make-up, zodat die ook een beetje wordt gezien. En er zijn ook gewoon heel veel mensen die gewoon echt interesse hebben in de wat duurdere make-up. Dus ja, voor hun is het nog extra leuk. Nou, dan gaan we maar snel beginnen met de tutorial. Oké, zoals je misschien al wel kunt zien, ik heb mijn wenkbrauwen nog niet gedaan. Die doe ik altijd als allereerste. En ik gebruik altijd een wenkbrauwpotlood, een poeder en een gel. Dus altijd drie dingen voor mijn wenkbrauw. En dit doe ik echt altijd. Ik heb vandaag mijn drie duurste gepakt, obvious. Ik begin altijd eerst met het potlood. Ik heb hier de nieuwe Benefit Brow Contour Pro. Deze is echt net 1 à 2 dagen in de winkels. En deze is zo een beetje net als die old school pennen van vroeger op school. Waarbij je allemaal van die kleurtjes hebt. En die moet je dan gewoon indrukken. En dan komt die kleur eronder uit. Ik heb dit potloodje 1 keer even heel snel gebruikt. Dus ik weet nog niet heel goed wat ik ervan vind. Ik heb hem in de kleur Brown Light. Dat is vrij licht. Het is iets lichter dan normaal. Maar ja, ik ga hem gewoon gebruiken. Wat ik wel echt een nadeel vind van deze potlood of pen, wat het ook is, potlood eigenlijk, is dat hij geen spoelie heeft. Ik moet die wel echt altijd hebben. Dus ik heb hier ook mijn Benefit My Brow Pencil. Want die heeft wel een spoelie. En dan kan ik zo mijn haren omhoog doen. Dit is ook het potloodje die ik normaal gebruik. Altijd deze van Benefit of die van NYX. Die gebruik ik ook altijd. Maar omdat deze dus een stukje duurder is, ga ik deze gebruiken. Deze potlood is 35 euro en is te koop bij alle plekken waar je Benefit hebt. Dus bij Douglas en zo. En ik pak gewoon even de donkerste bruine kleur. En dan komt hij eronder uit en dan moet je hem draaien. Want dan komt hij echt uit het dingetje. Nou, ik ga gewoon hier met mijn wenkbrauwen tekenen. Er komt wel echt heel veel kleur vanaf. En dan pak ik de iets lichtere bruine kleur en daarmee ga ik het inkleuren. En dan pak ik weer die spoelie van mijn andere potlood en daarmee ga ik de kleur dan zo in mijn wenkbrauw borstelen. Nou, normaal pak ik dan concealer om het hieronder mooi strak te maken, maar die heb je ook soort van hierbij zitten. En je hebt de definer kleur en de highlighter kleur. Het is de bedoeling dat je dat doet met de definer kleur, maar ik vind die iets te donker, dus ik pak de highlighter kleur. En daarmee ga ik het onder strak proberen te maken. Nou, ik moet zeggen, ik vind deze pen echt heel fijn. Hij is wel vrij duur, 35 euro, maar je hebt wel echt meerdere kleuren. Ik vind het heel fijn dat je van de bruin een licht hebt en een wat donkerdere. Dat is vooral fijn als je echt zoveel doet als ik, want dan heb je twee kleuren om mee te spelen. Ik vind hem echt heel fijn. Qua de lichte kleuren, ja, ik zou het toch gewoon bij de concealer houden. Tenminste, ik persoonlijk, omdat hij toch iets beter opruimt. Maar echt, ik vind hem echt fijn. Hij brengt echt oprecht mooi aan. Nou, dan ga ik er nog altijd overheen met poeder. Ik heb daarvoor de Benefit Foolproof Brow Powder. Deze is zo fijn. Zo ziet het eruit. Die heeft ook weer twee kleuren. Donkerder en lichtere. En ik heb hem in de donkste kleur 05 Deep. En deze poeder is €26,75. Dus ook vrij aan de dure kant. Maar hij is heel fijn omdat hij niet te gepigmenteerd is. Dus hij brengt niet te veel aan. Anders wordt het allemaal echt net alsof je gewoon een neppe getatoeëerde wenkbrauw hebt. En dat is niet mooi. Daarom vind ik deze altijd fijn. En ik pak altijd de donkerste kleur. Die lichte gebruik ik eigenlijk niet echt. En daarmee ga ik gewoon zo helemaal over mijn hele wenkbrauw. Om het gewoon een beetje vast te zetten op zijn plek. Dit is echt mijn favoriete wenkbrauwpoeder. En dan als laatste een wenkbrauwgel. En ik heb de Benefit Gimme Brow wenkbrauwgel in de donkerste kleur. En deze is €28,05. Super, super klein. Ik vind hem heel duur voor hoe klein die is. Maar er is echt geen fijnere wenkbrauwgel dan deze. Hij is heel klein. De applicator is heel klein. En dat vind ik heel fijn. Want dan brengt hij gewoon niet te veel aan. En je kunt makkelijk bij je wenkbrauw zonder dat je er overheen gaat. Echt zo fijn. En hij maakt het ook oprecht dikker. Je wenkbrauw lijkt dikker. Dus voor de mensen die dat willen, zoals ik dus, is deze nog fijner.
Nou, en dan zet mijn wenkbrauwen op. Het is echt een heel proces. En dit moet ik dus echt elke keer doen als ik me opmaak. Vandaar dat ik ze al vaak heb gedaan voordat ik überhaupt de video begin. Nou, dan ga ik mijn gezicht primen. Dit doe ik met de Filorga Time Flash Primer. Dit is mijn allerduurste. Deze is €45 te koop bij Easy Paris. Het is niet een heel super bekend merk, vooral niet in de make-up, want het is ook vooral skincare. Maar deze primer is zo fijn. Hij maakt je huid super egaal. Deze is echt heel fijn en is echt, ja, hij is wel heel duur, maar in principe wel de prijs waard. Omdat hij gewoon echt doet wat hij zegt. En dan foundation. Vooral van foundations heb ik niet heel veel dure. Want ik hou echt heel veel van betaalbare foundations. Maar ik heb hier mijn duurste. En dat is de Estée Lauder Double Wear. Deze is €48. Heel erg duur. Maar ik hoef denk ik niet uit te leggen hoe geweldig deze is. Ik ken echt niemand die deze niet fijn vindt. Behalve als je niet houdt van een hele volledige dekking. Dan ja, vind je hem afjes niet fijn. Maar hij is mat en hij dekt super goed. En hij maakt niet cakey of dik. Deze is echt geweldig. Ik heb hem in de kleur 3 en 2. Omdat ik ook altijd een vrij droge huid heb. En dit is een matte foundation. Vind ik het altijd heel fijn om die foundation te mengen met een MAC Strobe Cream. Ik heb hier een hele kleine, maar normaal is die ongeveer, ja, zo groot. En die is €33. Tenminste als je de normale hebt. En ik mix deze altijd met deze. En dan wordt die, ja, toch iets minder mat. En heeft die soort van een klein beetje een glow. En dat vind ik gewoon echt heel mooi. Dus deze ga ik mixen en aanbrengen. En omdat dit een dure make-up tutorial is, gebruik ik ook mijn duurste spons. Obvious, de Beauty Blender. Deze is echt €20. Is echt wel duur voor een sponsje. Ik heb hem al nat gemaakt. De duurste concealer die ik heb is de Yves Saint Laurent Touché Éclat. Of Eclat concealer. Ik weet niet goed hoe je het uitspreekt. Deze concealer is €40,75. Heel erg duur. Niet de prijs waard. Want zo goed is hij niet. Ik heb hier ook de Urban Decay All Nighter concealer. Deze is €25. En oprecht heel erg goed. Maar dat is niet de duurste die ik heb. Dat is dus deze. Dus ik ga deze opdoen. Ik heb hem in de kleur. Ik zie gewoon 15. Oh, 1,5. Die kleur heb ik. En deze ga ik eventjes opdoen. Ik vind hem by the way niet goed dekken. En hij is gewoon niet, ja, niet echt heel mooi ofzo. En al helemaal niet, omdat hij dus zo duur is. En dit blend ik weer uit met mijn Beauty Blender. Nou, dan ga ik mijn gezicht en mijn neus contouren. Ik heb daarvoor NYX, wat echt super super duur is. Ik gebruik de NYX contour, Highlight and Contour Palette. En ik gebruik, zoals je misschien al wel kunt zien, deze kleur. Die is ook echt al bijna op. Dit paletje is €20. Niet heel duur, niet heel goedkoop. Maar ja, het is wel het meest dure qua contouren dat ik hier heb. Dan gaan we baken. De duurste baking poeder die ik heb is van Nabla Cosmetics. En deze poeder is €18. Ook weer niet heel super duur, maar wel de duurste die ik hier heb. Ik had ook altijd de Laura Mercier, maar die is op. Anders had ik die dus gebruikt, want die is like €45. Die is wel echt heel duur. Maar ik ga dus deze nou gebruiken en deze is echt heel erg fijn. Ik raad hem zeker aan. Ik heb hem van Beauty 88, dus mocht je hem willen, hieronder in de beschrijving heb je ook mijn kortingscode. En dan kun je een beetje geld besparen. Die staan altijd allemaal in de beschrijving. En dan ga ik gewoon weer mijn Beauty Blender gebruiken. En dan breng ik het gewoon aan onder mijn ogen. Ja, gewoon op alle plekken waar ik concealer heb gedaan eigenlijk. En ik haal het er altijd meteen weer vanaf. Mensen, wat mij dus is gebeurd, wil ik even snel vertellen. Ik had dus MAC Plus gekocht. We weten allemaal, die is €20. En ik ben hem gewoon vergeten ergens in de stad. Dat was zo balen. Ik kwam thuis en mijn hele MAC tas was gewoon weg. Gelukkig had ik alleen MAC Plus gehaald en niks meer. Anders was ik echt heel upset geweest. Dus nu heb ik geen MAC Plus. Dat is eigenlijk best wel annoying. Oké, dan is het voor nu weer klaar met het gezicht. Ik ga verder met ogen. Ik ga eerst een oogschaduw base gebruiken. En ik ga die van Emit Makeup gebruiken. Deze is zo fijn. En dit is ook mijn duurste. Deze is €25. Super, super fijn. Maakt echt de perfecte base. Oké, dan oogschaduw. Ik gebruik altijd oogschaduwpaletjes. Bijna nooit losse oogschaduw. Omdat ik dat gewoon gezeik vind. Ik vind het gewoon fijn om met paletjes te werken. Van oogschaduwpaletjes heb ik best wel veel die best wel duur zijn. Maar de duurste zijn mijn twee Huda paletjes. Dit is de Desert Dusk. En dit is de Rose Gold. Rose, ja.
Rose Gold Remastered. Deze twee zijn allebei €65. Dat is echt heel duur. Ik heb ze ook al allebei gebruikt in een video. Van deze heb ik een hele dedicated video gemaakt. Die helemaal ging over dit paletje. Als je die hebt gezien, weet je dat ik deze niks vind. Dus ik ga deze gebruiken. En dit is de Desert Dusk Palette. En dit paletje is echt wowie. Ik had hem gebruikt in de video waarin ik allemaal make-up had getest voor de eerste keer een full face met first impression make-up. En ik was zo blij met deze. Dus ik ga nou een andere look hiermee maken dan dat ik heb gedaan in die video. Als je die look wilt zien, bekijk dan even die video. Ik zal hem even hierboven linken ergens. Ik pak heel even mijn losse poeder om mijn oog af te poederen. Oké, ik begin eerst met de kleur Eden. En die doe ik in mijn hele arcadeboog. En die kleur doe ik ook meteen op mijn onderste wimperrand. Dan pak ik de kleur Blazin, deze mooie oranje kleur. En die doe ik ook in mijn arcadeboog, maar ik blijf ietsje lager dan net. En die kleur gaat ook op de onderste wimperrand. En dan pak ik de kleur Amber en die doe ik ook in mijn arcadeboog, maar dan echt helemaal op zijn laagst. Die breng ik echt niet hoog. En ook die kleur doe ik op mijn onderste wimperrand. Dan pak ik deze glitterkleur, die heet Blood Moon, of zoiets. En die doe ik op mijn hele ooglid. Echt, kijk deze kleuren. Dit paletje is zo mooi, dat is echt niet te doen. Ik heb dit paletje, by the way, van smugcosmetics.com.nl, ik weet even niet meer. Ook dat staat in de beschrijving en ook voor die website heb ik een leuke kortingscode. Dus mocht je dit paletje willen of andere dingen, dan kun je altijd mijn kortingscode gewoon gebruiken. Dan pak ik weer de kleur Blazing. Dat was die oranje kleur. En dan ga ik de randen een beetje uitblenden. En dan pak ik weer die donkere kleur Amber. En daarmee ga ik weer iets meer diepte terug erin brengen. Mensen, dit is een proces, maar het wordt heel mooi. Dan pak ik deze prachtige glitterkleur Cosmo. Die heb ik de vorige keer ook niet gebruikt. En ik vind deze zo mooi dat ik hem wil gaan gebruiken. Alleen dit is een beetje iets meer een soort van losse poeder. Dus ik ga het wel aanbrengen met wat glitterlijm. En ik ga het gewoon doen op mijn hele ooglid. Ik gebruik de H&M glitterlijm. En ik druk het gewoon zo op de lijm. Deze kleur is zo mooi, echt niet te doen. En dan pak ik deze mooie lichte roze-roze-achtige kleur. Die heet Angelique, denk ik. En die doe ik in mijn binnenste ooghoek. Dit is allemaal echt te mooi. Dit paletje is echt prachtig. Nou, normaal nadat ik heb gebaked, breng ik nog een poeder erop aan. Om het nog iets meer te verlichten hieronder. Dat ben ik net vergeten te doen. Dus ik wil het alsnog gaan doen. En ik ben eigenlijk wel blij dat ik het was vergeten. Want er is nou hier een beetje fallout. Waardoor het nou hier iets donkerder is. Dus het is wel handig dat ik de poeder er pas nu op doe. En ik gebruik de Benefit Hello Flawless poeder. In de kleur I Love Me Ivory. En deze poeder is €36. En die breng ik ook aan met de spons en gewoon onder mijn ogen. En dit helpt echt om het onder je ogen nog iets lichter te maken. Ja, en iets meer smooth. Oké, dan ga ik ook een beetje eyeliner aanbrengen. Ik ga een wing maken en ik gebruik mijn Sigma Gel Eyeliner. En deze is €13. Dat is vrij duur voor vergeleken met de andere die ik heb. Want die zijn allemaal echt €6, €5, €4. Dus deze is echt de duurste die ik heb. En deze is dus €13. En ik ga daar gewoon een wing mee maken. Daarvoor gebruik ik ook de Sigma Winged Liner. Dit is de E06. Deze twee samen zijn echt geweldig. Ook voor Sigma heb ik een kortingscode. En ook die staat in de beschrijving. Ik heb er echt zoveel niet te doen. Maar dit is echt de fijnste gel eyeliner echt die er bestaat, die ik tot nu toe heb ontdekt. Nou, het was een beetje een gedoe door die glitters, maar het is me uiteindelijk gelukt. Dan gaan we verder met mascara. Oké, de duurste mascara die ik heb is ook van Yves Saint Laurent. En dit is de, ik kan het weer niet uitspreken, Volume Effect Faux Cils No. 1 mascara. Of zoiets. Deze is €36,70 en is super fijn. Hij is wel een beetje duur, maar als je op zoek bent naar een goede mascara en de prijs maakt jou niet uit. Deze is echt geweldig. Maakt je wimpers zo mooi en ik heb ze niet eens. Ik heb niet eens fatsoenlijke wimpers. Deze maakt ze zo mooi en zoveel volume. Echt, I love it. Oh mijn god, ik wilde dus mijn duurste wimpers pakken en dat zijn die van Queen Tarzi, maar ze zijn leeg. En ik had er twee en die andere is gewoon helemaal weg. En dit doosje is leeg. Dus ik weet niet wat ik ermee heb gedaan. Dus die kan ik helaas niet gebruiken. Maar de op één na duurste die ik heb zijn van Velvet Studio. En oh,
hij valt er gewoon uit. Oké. Dit gaat weer lekker vandaag. Ik hoop dat ze er nu niet uitvallen. Deze, ik heb er meer. Dit zijn de wimpers Sheba. En dit zijn mijn favorieten. En ze zijn 15 euro. Deze zijn echt super mooi. Deze gebruik ik zo vaak. Je kunt het al wel zien. Ze zijn echt al vaak gebruikt. Deze ga ik even opdoen, ben ik zo terug. Nou, de wimpers zitten erop. Het is zo knap hoe gewoon wimpers de hele look helemaal compleet maken. Ik ga nog een zwart oogpotlood aanbrengen en dan is de ooglook af. Dit is de Urban Decay 24/7 Glide-On Eye Pencil in de kleur Black. En deze ga ik in mijn onderste waterlijn en in de bovenste waterlijn doen. Oh, en dit potloodje is 21 euro. Oké, dan ga ik mijn gezicht bronzen met mijn allerduurste bronzer. En dat is een MAC Give Me Some. Deze is zo mooi niet te doen. Maar hij is wel heel duur. Hij is 32,50 euro. En natuurlijk breng ik weer heel veel aan. Want ik ben nou echt op mijn lichtst. Ik heb al maanden of zo niet gezond. En ik heb ook niet echt in de zon gelegen of zo. Dus het mag allemaal wel iets bruiner. De duurste blush die ik heb is van MAC. Deze blush is in samenwerking met Patrick Star. En dit is van de Miso Chic set. Dit komt dus in een set. En die set is 50 euro. En dan heb je een blush, een lipstick, een oogschaduwpaletje en een lipgloss. Ik heb daar een video over gemaakt. Ik link hem even hierboven. Dit is de blush I'm Not Blushing. Deze is echt super super mooi. Als je zo'n blush loskoopt bij MAC, kost dat jou 30 euro. Dus ik ga deze even aanbrengen. Even een beetje poeder hieronder aanbrengen. Om het wat strakker te maken allemaal. Dan is het tijd voor highlighten. De duurste die ik heb is de Anastasia Beverly Hills Sun Dipped Glow Kit. Deze is super mooi. Je kunt hem kopen op bijvoorbeeld Douglas. En daar kost hij 50,95 euro. Dat is echt heel erg duur. Maar ze zijn wel echt heel mooi. En ik pak altijd deze kleur. Of ja, altijd meestal. En dit is de kleur Summer. En die ga ik nou ook aanbrengen op mijn jukbeenderen en op mijn neus. En onder mijn wenkbrauwen ook een heel klein beetje. Ik pak nu de kleur Moonstone. Die is iets meer rozig voor onder mijn wenkbrauwen. Omdat dat toch iets beter matcht met de oogschaduwkleurtjes. Och, dit paletje is zo mooi. Ik had hem al even niet gebruikt. Maar nu ik hem weer gebruik, herinner ik me weer waarom ik hem zo mooi vond. Hij is gewoon perfect. Hij doet echt niks fout. Alles is gewoon perfect gewoon. Oké, dan mijn lippen. Ik gebruik lippotlood, lipstick en lipgloss. En van alle drie heb ik de meest dure. En gelukkig matchten ze ook qua kleur, dus dat is wel fijn. Als lippotlood heb ik MAC Soar of hoe je het ook uitspreekt. In ieder geval S-O-A-R. MAC lippotloodjes zijn 17 euro. Dat is vrij duur, maar ze hebben echt prachtige kleurtjes. En dit is echt een van mijn favorieten. De duurste lipstick die ik heb is van Clinique Nude Pop in de kleur 01. Dit is echt een hele lichte roze nude kleur. En deze is 25 euro. Dit is echt een hele mooie lipcombo. Je kunt het ook gewoon zo laten, maar ik zou Sarah niet zijn als ik er niet overheen zou gaan met de lipgloss. En daarvoor heb ik de MAC Lip Gloss. Dit is ook in de set in samenwerking met Patrick Star, waar ik ook die blush vandaan heb. Als je de MAC Lip Gloss loskoopt, dan is die 14,50 euro. Dit is ook een hele mooie glitterige nude gloss. Echt heel mooi. En dan als laatste Urban Decay All Nighter Setting Spray. Geweldige spray. Wel een beetje duur. Deze is 28 euro. En dan is de look af. Nou mensen, dit was het dan. Ik doe dit even snel, want ik zie dat mijn camera bijna leeg is. Dus ik wil het nog snel afmaken. Ik vind de look echt heel mooi geworden. Dit waren al mijn duurste producten. Het enige product waar ik niet achter sta is de concealer van Yves Saint Laurent. Die is gewoon niet mooi. Voor de rest is echt alles geweldig. Ik vind het een super mooie look geworden. De look komt ook op Instagram, mocht je hem nog willen zien. Die komt vanavond erop te staan. Dus die is er niet als deze video online komt, maar die is er dus vanavond. Nou, laat me weten beneden wat je van de look vond. Vind je dit soort video's leuk? Laat me alles weten. Vergeet niet te liken en te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel te zien bij de volgende video. En die komt woensdagmiddag om 1 uur. Doeg!